en over Xentl. Als allereerste gaan we beginnen met wat achtergrondinformatie. Die convergence die willen we eigenlijk bereiken door de diverse apparaten en diverse software te laten samenwerken. Zodat je eigenlijk één mooie oplossing krijgt voor een eindgebruiker. Voor woonhuizen, voor bedrijven, hoe mooi is het als je video intercom en toerist controle, inbraaksystemen, dat allemaal met elkaar kan laten samenwerken. Zo heb je bijvoorbeeld bij video, alleen maar de convergence in de video te bekijken. Hoe mooi is het als je dat kan bekijken vanuit extern. Dus vanaf bijvoorbeeld een pc waarbij je de camerabeelden opent over internet heen. Waarbij je niet eens poorten hoeft te routeren. Hit connect. Dus je hebt een app. Bijna iedereen die ik tegenwoordig spreek, iedereen die wil dat gewoon zien via de telefoon. Hoe mooi is het dan zeg maar, de beelden bekijken, deuren te openen, oproepen te ontvangen en dergelijke. Inbraaksystemen, ook dat hartstikke mooie combinatie, in combinatie met je telefoon, in dit geval dus met software, om daarbij je alarmen binnen te krijgen via je smartphone. En tegelijkertijd controleren uiteraard of dat het wel een echt inbraakalarm is. Verificatie met video. Dan de toegangscontrole. Zoals jullie misschien al weten hebben we ook toegangscontrolesystemen. Daarin gaan we ook uitgebreid in zo direct wat je daarmee kan doen. Met je telefoon, met Hikcentral, met IVMS of met de app. En dan hebben we het over intercomsystemen. Wat kan je daarmee doen? Het delen van intercom. Zodat dus bij meerdere oproepen binnenkomen op verschillende telefoons bijvoorbeeld. Deuren openen. Andere camerabeelden bekijken die niet bij je intercomsysteem horen. Allemaal vormen van die convergence. Wat we gaan doen is dus eigenlijk bekijken, je hebt hardware, dus die kan je aansluiten op andere hardware. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een inbraaksysteem of een toegangscontrole. Die kan je bijvoorbeeld aansluiten op een NVR. En zelfs daar in de NVR kun je al dus dingen linken aan elkaar. Je kan van hardware naar software, van software naar software. En zoals je ziet is er een nieuwe app, de HIC Pro Connect. En daar gaan we later iets meer over vertellen. Die is namelijk nog niet uit. Meer een teaser, maar daar komen we zo direct wel op wat dat dan is. Convergence for wie? We gaan het hebben over HIC Connect en we gaan het hebben over HIC Central. We hebben namelijk twee verschillende apps. In dit geval is het dan dus een integratie via software. Ook daarin heb je dus de convergence. Beide gaan we dadelijk ook laten zien en behandelen. De eerste integratie gaan we doen bijvoorbeeld op de basis van HikConnect. Nou, wat is HikConnect nou? Misschien heeft iedereen er al wel mee gewerkt. Zo niet. HikConnect kan je dus op als een app installeren op je telefoon. Het is veelzijdig. We kunnen ondertussen zelfs de APR, dus de kentekens weergeven op de app. Tweeweg audio. Je kan apparaten delen. Dus je kan al zeggen als één hoofdgebruiker een HIC-account hebben. Wat je dus waar je bij apparaten kan delen. Maar je kan ook, als je bijvoorbeeld een recorder deelt, kan je ook zeggen van nou ik wil bijvoorbeeld maar één camera delen met iemand anders. En zodra je bijvoorbeeld een conflict krijgt tussen die en een andere werknemer, bijvoorbeeld werknemers zouden dat ook kunnen zien, een aantal camerabeelden, dan kan je altijd achteraf ook nog zeggen van nou deze persoon die wil ik dat die de beelden niet meer meekijkt. Dus kan je hem zeg maar uit de app ook zetten. Geen poortvoorwording noodzakelijk. Dat is ook een heel leuk ding. Tegenwoordig moet je je netwerk uiteraard altijd goed beveiligen. Beste manier is uiteraard een VPN-verbinding. Als je dat met een cloud-verbinding wil doen, dan kunnen we dat door middel van die HikConnect-app ook bewerkstelligen. En we kunnen zelfs encrypties ingeven voor de livebeeld. Dus zowel de connectie is beveiligd, maar ook de video die er vanaf komt. Dan kan je via die app ook dus die convergence vinden om niet alleen maar video te bekijken, maar ook je intercomsysteem. Je inbraaksysteem. Dus eigenlijk alles komt binnen op één app. Nou, zoiets kunnen we eigenlijk ook met Hikcentral. Dat is ook een app waarbij je diverse apparaten kan beheren. De Hikcentral app is ook heel erg uitgebreid. Je kan maximaal 100 mobiele apparaten tegelijkertijd in één database inloggen. Personen en rollen, dus gezichten en rollen. Toegangscontrole, je kan dus de deuren openen, intercom oproepen binnenkrijgen. Eigenlijk hetzelfde als wat je hebt
bij een cloud-functie als HipConnect hebben we dus eigenlijk ook voor bedrijven die zeg maar hun interne netwerk zelf hebben met HipCentral. Bij HipCentral, daar, dat is eigenlijk een server-client gebaseerd systeem en kan je hele vele apparaten aansluiten tot maximaal 3000 op één server. Dan heb ik het over die devices als zijn de camera's. Je kan daar vele intercoms op aansluiten, inbraaksystemen, je kan ook controllers zoals bijvoorbeeld de keyboard. We kunnen een smart wall gebruiken, waardoor je als je alarmen binnenkrijgt of bij een fabriek die wil een aantal camera's standaard op een video wall hebben, of juist bij alarmen, kunnen we dat zelfs indelen van waar wil je altijd je alarmen positioneren. Goed, dan gaan we even wat voorbeeldjes geven over die integraties. Wat we hier zien is dat we een intercom hebben aan de linkerzijde. En aan de rechterzijde zie je die intercom nogmaals staan. Wat je kan doen is die twee koppelen in de recorder. Die aan de rechterkant zie je in de afbeelding vanuit die recorder, zie je onderaan IoT event configuratie. Wat je kan doen is namelijk het event linken van een intercom. En dat zie je door middel van in het beeld. Als je links in het camerabeeld kijkt, dan zie je ook netjes staan dat dus de deur unlocked is. Dus eigenlijk is de intercom stuurt de deur open, maar de recorder die houdt wel al die events bij. Dan nog eentje, hardware op hardware. Je kan namelijk ook bijvoorbeeld een gezichtsherkenningsterminal aansluiten op een NVR. En daarbij zijn de gebeurtenissen die dus wederom in de recorder komen. En omdat die recorder dus die events ook binnenkrijgt, kan je ook zorgen dat die recorder die events weer door laat gaan op andere apparaten. Zal ik deze video even starten. Zo hebben we bijvoorbeeld een intercom op HipConnect. Ik weet niet of jullie het horen, maar de oproep gaat over. En je kan dus met de HipConnect app kan je dus de oproep aannemen, kan je ook deuren sturen. En tegelijkertijd is het dus ook de NVR die al die berichten opslaat. Nog een vorm van hardware op software is dat je in dit geval een ANPR-camera. Ik zal even het fragment er even starten. Zo. Komt de auto aangereden en zelfs op je HipConnect app kan je daar dus alarmen op ontvangen. En kan je dus zien welke kentekenplaten er voorbij gekomen zijn. En misschien kunnen we dadelijk in ieder geval ook laten zien live, gewoon op een telefoon, dat echt deze in het midden, die logging, dat die dus op je telefoon komt te staan. Echt een hele mooie vorm van die convergence, zodat je alle apparaten weer lekker samen laat werken. Hier eentje, een intercom, ook op een NVR en een PTZ-camera op een NVR. En je kan er dus voor zorgen, als iemand op de intercom aanbelt, dat die recorder de linkage maakt met een PTZ-camera. Dus die camera die kan er gewoon naar een bepaalde preset gaan. Ja, hoe makkelijk is dat? Geen extra apparaten voor nodig. Tegenwoordig met inputjes, outputjes, de boel configureren om te zorgen dat je PTZ-camera's kan sturen, dat is overbodig. Dat is juist die convergence die je zoekt. En in dit geval is dat dus in de NVR, waarbij je die camera's en de recorders, et cetera, gewoon samen aan werken. Dan de producten. Deze producten die gaan we even doorlopen. En NVR, de alarm, intercom, toegangscontrole. Twee verschillende vormen van VMS, dus van een videomanagement systeem. Waarbij HipCentral eigenlijk niet eens zozeer een videomanagement systeem is. Maar ondertussen ook wel veel meer kan dan alleen maar video. En daarna nog de HipConnect en de HipPro Connect, de nieuwe app. Goed, de integratie, de i-serie, dat is de recorder die je moet hebben voor de meeste convergence als je het hebt over het aantal apparaten aansluiten. Zo doen we daar bijvoorbeeld thermisch, kunnen we daar de linkage mee maken, dus de lijnen, de intrusion areas. Alles wat je daarmee krijgt, kan je dus op die NVR ook weer doorsturen met eventueel combinatie van andere apparaten. Intercomsystemen kan je erop aansluiten en dus ook dus die regels, die IoT, Internet of Things, kan je dus aansluiten op deze i-recorders. Even kijken, wat wil ik nog meer zeggen hierover?
encryptie, de AES, de stream encryptie, ook zit die hierin. Dus bij de i-series van de NVS, daar heb je de meeste uitgebreide functionaliteiten. Dan nog eventjes Higgs Central benoemen. We gaan zo direct ook live laten zien wat je kan in Higgs Central. Higgs Central is eigenlijk dus een VMS, want uitgegroeid naar ook een, wat je dus ook kan gebruiken voor toegangscontrole, inbraak, etc. Uitgebreide tot, tot 10.000 per installatie, 10.000 licenties. Dus je kan er behoorlijk grote installaties mee maken. Maar om even een idee te geven van wat het nou kost, want als we het hebben over, we hebben een gratis IVMS systeem en we hebben een Higgs Central Professional, dat is wel een betaald systeem, maar wat kost dat nou eigenlijk? Nou, we hebben al een basispakket, bestaan uit 12 camera's en 8 toegangscontrole apparaten voor, laten we zeggen, €90 ex-BTW. Dat is de adviesprijs. Dus dat is volgens mij heel betaalbaar om bijvoorbeeld ook een systeem te doen met tellingen. Bijvoorbeeld bij panden, waar we nu ook bezig zijn met het tellen van personen, hoeveel mogen er maximaal binnenkomen, ook via Higgs Central, is dan de oplossing om dat allemaal weer te geven, hoeveel personen in een bepaald gebied zijn. En dat kan je dan weergeven in Higgs Central. Hieronder nog wat rapporten die er ook uit kunnen komen. Daarbij zit er ook een health check in. Die controleert dus of alle apparaten nog steeds aangesloten zijn en of je geen bijzonderheden hebt. Dus voor onderhoud en dergelijke ook wel erg praktisch. Goed, dan eventjes over de hardware toegangscontrole. 1, 2 en 4 deurs controllers die je dus ook weer kan linken aan elkaar. Specifiek over als ook toegangscontrole gezichtsherkenningsterminals. En deze wil ik eigenlijk wel aanstippen, omdat we er namelijk zo ondertussen een aantal varianten hebben. Dus de Value-series, de Pro, de Ultra en voor barriers, dus voor op toegangspoortjes. Maar het is eigenlijk wel bijzonder om te zien dat we nu een apparaat hebben gecreëerd wat niet alleen maar gezichtsherkenning kan. Eigenlijk zie ik dit als een convergence, maar dan alles in één apparaat. Zo kan namelijk vanaf die Pro en die Ultra-series, die kunnen namelijk een intercom-functie. Dus sta je voor een gezichtsherkenningsterminal en je hebt bijvoorbeeld geen toegangspas bij of jouw gezicht staat niet in de database, hoe kom je dan naar binnen? Dan kan je dus op een intercom-button drukken, waardoor aan de binnenzijde de intercom gewoon overgaat en eventueel daar die deur ook gestuurd kan worden. Hetzelfde apparaat heeft een QR-code-lezing. Wat we gebruiken bijvoorbeeld in combinatie met Higgs Central, is dat we aan bezoekers een QR-code kunnen geven, die maar voor een beperkte periode geldig is. Die gezichtsherkenningsterminal die weet dat dat dus een kaart is met een beperkte tijdsduur, geldigheid. En wanneer iemand dus een QR-code voor de camera houdt van die gezichtsherkenningsterminal, kan je dus toegang verkrijgen. Een code, je kan het combineren met een code. Dus niet alleen maar bijvoorbeeld met een toegangscontrolepas, maar ook met een extra code erbij om het extra veilig te maken. In- en uitchecken. Dus er zit een module in die camera, dus in die gezichtsherkenningsterminal kan je aanzetten, zodat je in en uit kan checken. Dus ook aanwezigheidsregistratie zijn er bijvoorbeeld zelfs met pauzes en dergelijke erbij, dus met break-in, break-out, waar je vroeger zeg maar een prikklok had, dat zit nu gewoon in diezelfde terminal. Er zit een MyFair kaartlezer in, dus je kan het combineren met een kaartlezer, waardoor je je beveiligingsniveau op kan halen. Gezichtsherkenning met eventueel kaartlezer. En er zit eventueel een vingerscanlezer op. En dat is een optie die je kan verkrijgen erbij. Dit allemaal kan je ook aansluiten op Higgs Central. Dus wil je één grote database maken, ook al zijn het dus standalone terminals, je kan dit gebruiken in één groot systeem. Als we het dan over convergence hebben, dan kunnen deze terminals nog meer. Want wat we namelijk doen, is deze ook gebruiken om te controleren of dat personen de juiste temperatuur hebben. En zeker tegenwoordig, dat personen geen verhoogde temperatuur mogen hebben, bijvoorbeeld in restaurants en dergelijke, goed rekening mee houden vanwege de coronavirus, dat we zorgen dat alle personen die binnenkomen ook een goede temperatuur hebben. Dus wil je temperaturen gaan meten? We hebben dus terminals die dat kunnen meten voor je. En het voordeel bijvoorbeeld van die tweede, die zuil die je daar ziet, is dat dat ding helemaal standalone is. Dus het is echt een kwestie van de stekker erin, half uur wachten en dan kan het apparaat gebruikt worden. Dus je hoeft dus niet, dit niet te combineren met toegangscontrole.
Maar het is wel zo mooi dat de persoon die ervoor staat, daar wordt de temperatuur van gemeten. En die kan zichzelf dus ook zien. En hoe meer kan je daarmee doen? We kunnen zelfs mondkapjesdetectie kunnen we daarmee verzorgen. Deze wil ik nog eventjes aanhalen. Dit is ook een gezichtsherkenningsterminal. Eind van deze maand krijgen we deze een nieuwe terminal waarbij we ook de gezichten en de vingers, dus als je met vingerscan gaat werken, dat we die kunnen opslaan op de kaart. Dus het is eigenlijk dat we dan niet de gezichten opslaan in de terminal, maar dat we het verplaatsen naar de kaart. De kaart die is van die persoon zelf en de persoonsgegevens, dus zowel je vingerprint als het gezicht, die worden zeg maar gecodeerd op jouw kaart opgeslagen. Dus niet als een gewoon plaatje, maar als een soort van code. Dus eigenlijk werkt dan de gezichtsherkenning. Op het moment dat je voor het apparaat gaat staan, dan zegt hij, hey, ik zie je gezicht, maar nu wil ik even weten of dat gezicht ook naar binnen mag. Je biedt je kaart aan en daar wordt dan de verificatie gedaan of dat gezicht dan overeenkomt. Een hele mooie manier. Ook hier weer dus de conversions met eventueel die HitConnect app. En dus de software die erbij hoort. Dan inbraak. We hebben een accu-up met alle toebehoren erbij. Dus we hebben pirretjes, we hebben magneetcontactjes, melders, rookmelders. Ook deze kan je dus gebruiken in combinatie met de software. Toegangscontrole lezertje zelfs erbij. Ook weer allemaal op dezelfde manier aan te maken op die HitConnect. Intercomsysteem, modulair intercomsysteem. Diverse modules die je aan kan sluiten op de eerste module. Dat is de cameramodule die je in feite toevoegt aan het systeem. En daarbij de uitbreiding kan maken met bijvoorbeeld een toegangscontrole. Heb je dus andere toegangscontrole lezers bijvoorbeeld, dan kan je dat gewoon combineren met elkaar. Dus zowel video, toegang, alles bij elkaar maakt het tot één mooi systeem. Goed, dan gaan we naar het volgende onderdeel. Wat is nou die HIC Pro Connect? Wij gaan een nieuwe app lanceren en een nieuw softwarepakket voor een installateur. Zoals je helemaal onderaan ziet, zijn er diverse klanten die hebben allemaal een HIC Connect account. Wat er soms nog wel eens gebeurt, is dat ook een installateur op diezelfde HIC Connect account meelift en dus ook hetzelfde account kan inloggen. GDPR-wijs is dat niet helemaal netjes en ook niet beheersbaar. We hebben nu dadelijk een HIC Pro Connect en we gaan daarmee komen in het derde kwartaal. Dan gaan we lanceren en dan gaan we het ook uitgebreid gaan we het uitleggen hoe dat werkt en hoe dat dan in zijn werk gaat. In ieder geval is het zo dat je een soort van, als een installateur een soort van dashboard krijgt voor jouw klanten. Dus je kan daar al jouw klanten in gaan beheren. Dat gaat dan over in inbraaksystemen, dus over die AX-hubs die je kan toevoegen. Je kan daar video aan toevoegen, toegangscontroles. Dus je kan eigenlijk alles in die HIC Connect. In die HIC Pro Connect kan je daar dus managen. En het leuke is dus dat je ook onderhoud kan doen, zodat je dus vanuit die HIC Pro Connect ook weer verder jouw systeem in kan gaan, om daarin bijvoorbeeld dus die camera's te zien, maar ook te configureren. Wat ook dus een mogelijkheid is, is dan dat je alarmen kan linken aan elkaar. Over die HIC Pro Connect, daar gaan we dus later in het derde kwartaal komen we daarop terug. Alle voorbereidingen zijn al in volle gang, wat je misschien ook al wel kan zien, is als je op je iPhone kijkt in de App Store, is dat je die HIC Pro Connect ook al kan vinden. Momenteel werkt die dus nog niet. We gaan er nog niet mee van start, maar alle testen en dergelijke zijn al in voorgang. En we verwachten dus in kwartaal 3 daarmee aan de slag te kunnen. Goed, dan gaan we nu schakelen nu over naar de live demo. Ik ga mijn scherm eventjes loskoppelen, eventjes niet meer delen. En laten we in deze bus waar ik nu sta, laten we eventjes zien de Convergence, de HIC Connect app en de HIC Central app en hetgene wat je dus kan combineren. Ik stop heel eventjes mijn scherm en ik schakel nu heel eventjes over naar een iPad. Dus een ogenblik. Ja, dus als het goed is, kunnen jullie nu mij weer horen. Ja.
Juist. Nou, we zijn er klaar voor. Ja? We zien hier nu de bus. En David voor het grote scherm. Ja, oké. Nou ja, welkom. Bedankt dat jullie zo lang hebben willen wachten voordat de live demo begon. Dus Ramon heeft al het een en ander verteld over Convergence. En ja, het is gewoon onwijs veel mogelijk. Uiteraard niet meer over alles laten zien, maar we gaan hier een paar dingetjes gewoon echt live laten zien. Dat je in ieder geval kan geloven wat Ramon zegt, dat het ook echt waar is. Dus ik heb hier een kleine iPad. Daarmee ga ik verbinding maken met wat apparatuur hier in de bus. We beginnen met een klein demootje op HitConnect. En daarna gaan we door naar HitCentral, de wat uitgebreide functionaliteit. Dus in eerste instantie open ik heel even de HitConnect app. Even kijken, HitConnect. Log in op mijn account. Dus we hebben een Minifan account hebben we hier aangesloten. En alles wat je hier ziet zijn dus de apparaten die dus geregistreerd zijn op dit account wat we hier hebben. Nou, eigenlijk wat we willen laten zien is, als we hier de intercom hebben, die hebben we dus geregistreerd op het Connect account. Als ik daarop druk, dan zie je dat daar wel afgaat, maar je ziet dat hier dus nu ook de beeldopbouw begint en dat ik dus vanaf hier ook de spreekluisterverbinding kan doen. Ik kan hem opnemen, ik kan hem niet opnemen, ik kan vanaf hier kan ik de deur open doen. Eigenlijk allemaal vrij basic, vrij makkelijk. Ik kan ook bijvoorbeeld, stel dat iemand belt me op en ik sta voor de deur. Kan je de deur voor me open doen? Dan kan het ook op die manier. Er zit hier gewoon een knopje zit erop. Open deur. En de deur gaat open op dat moment. Dus ja, vanaf meerdere kanten in ieder geval heb je daar die HitConnect integratie bij. Dit is dus een HitConnect account. Ik heb hier mijn telefoon met mijn eigen account. Ik loop even een stukje dichterbij, want anders begint de gezichtsherkenning de hele tijd. Even kijken, HitConnect. Dus dit is mijn privé-account. Daar heb ik alle eigen op staan. En ik heb hier ook bijvoorbeeld een aantal dingen uit de bus gedeeld. Dus bijvoorbeeld hier de 8350. Die staat niet op mijn account zelf, maar het beeld op binnenhaalt. Dus als er een aangebeld wordt, dan kan ik dus ook vanaf hier kan ik dus de mijn wifi uitstaan. Dus eigenlijk is dit een gedeeld account. Dit is deel van het hoofdaccount. Dus je kan eigenlijk op meerdere apparaten tegelijkertijd een intercom op krijgen. Ja, dus als ik bijvoorbeeld bij mij thuis kijk, ik heb deze intercom bij mij thuis bij de voordeur. Mijn vrouw heeft een internet account, ik heb een internet account. Beide krijgen het belletje op het moment dat er aangebeld wordt. Dus ik heb het hoofdaccount op mijn vrouw, dat deel ook al naar de hoofdaccount. Ja, uiteraard. Dus ook vanaf hier kan je dus ook makkelijk de deur open doen. Zoals je hoort, gedeeld account is dat allemaal mogelijk. Maar het mooie is, dus je hebt het beheer heb je altijd op het hoofdaccount. Nou, een ander ding wat we hier heel even willen laten zien, dit is eigenlijk de test die ik gisteren heel even laten doen. Dus onder bericht, dan heb ik hier 8 openstaande alarmmeldingen. En dan zie je dus hier die test met die kentekenplaat waar ik gisteren mee bezig was. Dus ook dat overzicht, gewoon een ANPR-camera, rechtstreeks op HitConnect-account aangesloten, kan je dit dus eigenlijk bewerkstelligen. Gewoon heel gaaf. Maar als je ook gaat kijken naar oproepen, dan zie je dus ook een heel call-log van iedereen die dus bij mij aan de deur is geweest. En de fotootjes, die komen dus allemaal bij ons uit de cloud vandaan. Niet uit het apparaat zelf. Ja. Nou, dat zijn een paar kleine dingetjes. Ik kan nog één dingetje er heel even bij halen. We hebben hier een 360 graden camera in de bus zitten. Dus je zal heel goed zien dat mijn haarlijn een klein beetje achteruit gaat. Of misschien sommige mensen zouden zeggen heel veel. Maar heel eventjes. FisEye deworping, dat kennen we misschien vanuit de computer of IVMS bijvoorbeeld, maar het zit dus ook gewoon in de HitConnect app. Dus maar heel even, dit is best wel, ja, ik vind het hartstikke cool dat dit gewoon kan. Verschillende modussen waar je doorheen kan bladeren. Maar, dus dat is heel even kort HitConnect. Dan gaan we nu denk ik over naar de andere gedeelte, naar de andere app. Ja,
Dus ik sluit de HICConnect app heel even af. En dan pakken we de HIC Central app, dus HIC Central Mobile. Dan loggen we dus nu in op de server die hier in de minivan zit. Direct ook alle camera's die we daarin in hebben zitten. Dus daar ook direct beeld erbij. Zoals hier. Nou, en wat ik hier eigenlijk wil laten zien is een manier van convergence. Gewoon om heel even iets te laten weergeven. Dus wat we hebben gedaan is hier onder de deur. Hebben we deze Tools controlerkast hebben aan HIC Central gekoppeld. Die deur, die kan ik hier laten weergeven. En die deur, dus deze laser die hier zit, die hebben we gelinkt aan deze camera. Dus als ik dus in de app open, dan krijg ik ook direct daar de gelinkte camera bij staan. Dus wat hebben we nou gedaan? Op het moment dat we hierop openen doen, hè, dus ook om te laten zien dat je ook op afstand de deur kan openen, of juist dicht doen bijvoorbeeld. Als ik hierop open klik, gaat de deur gaat open. We horen hier al een piepertje. Ik kan het pop-upje even uitstaan. En zo. Is dus de pop-up die we hier dus binnen krijgen. Dus we krijgen een melding. Alarmmelding. Dus ik doe de deur open vanaf de app. Ik krijg hier een alarmmelding binnen die ik dus ook vanaf hier kan bevestigen. Ja, en daar kan ik heel veel meer dingen mee doen. Ik kan ook bijvoorbeeld weer zeggen dat iemand een push-notificatie op zijn telefoon gaat binnenkrijgen bijvoorbeeld. Gewoon heel veel gevolgacties, of dat deze actie weer opgevolgd moet worden door een PTZ-preset bijvoorbeeld. Maar dit is gewoon een hele kleine, simpele manier van iets wat we kunnen. En ik kan het hier nog een keer doen en dan kan je zo meteen de map er helemaal voorbij halen. Ja. Dus als je nu in de map zit, dan gebeurt daar niks. Dan klik ik op openen. En dan wil je opnieuw. Het is geen live demo zonder dat er iets verkeerd gaat. Ik weet niet of we meer hebben toegevoegd aan het alarm. Oké, nou, ergens is er hier iets verkeerds gegaan. Normaliter krijg je hier dus dat het icoon. Dit icoontje moet nu gaan knipperen. Maar ik ben bang dat ik iets verkeerds ga. Ja, of dat het misschien net met een ander alarm uitzetten. Ja, dat ik deze ook hebben uitgezet. Ja, ik heb een aantal alarmen net uitgezet om verwarring te voorkomen. Maar het heeft alleen maar aan de verwarring bijgedragen. Niet zo heel erg handig. Nee. Nou, in ieder geval op die iconen. Het is absoluut mogelijk. Zodra we dus een alarm in hadden, dat je dus ook een melding kan krijgen op het systeem. Dat is. En zelfs als je hier wat verder in gaat zoomen op de iconen. Dit is mijn mice. Ja. Zelfs dan kan je dus ook nog zien zelfs de richtingen waarop die camera's staan te kijken. Dus ik kan dan zeg maar verder inzoomen op alle iconen. Best grappig. En als je dus een alarm krijgt bij een van of de camera's of van toerist controle deuren. En dat heb ik eigenlijk in die andere webinar heb ik dat ook al een keer laten zien. Is dat je dus die alarmmeldingen ook kan weergeven. Kijk, nu hebben we bijvoorbeeld een alarm. Mijn muis werkt. Een alarm bij een van die camera's. En waardoor het icoon verandert van groen naar rood. En waarbij je dus ook een rode cirkel krijgt. Zodat je altijd ziet waar dat alarm is. Ja. Ja, dus wat ik nu net geactiveerd heb is de mondkapdetectie van een van de camera's. En dat is een van de regels die ik net heb uitgeschreven. Dan staat het nu aan. Ja, mooi. Een ander dingetje wat ik hier even wil laten zien. Is als we hier naar het scherm gaan. En dan personen. Dan kunnen we bijvoorbeeld als we het over torscontrole hebben. Of over gezichtsherkenning. Dan kunnen we ook personen binnen die center kunnen inladen. Nou, dit is de persoonlijst die er op dit moment in zit. Dat zijn op dit moment twee personen. Wil ik eigenlijk vanaf hier heel even laten zien hoe simpel het eigenlijk is om iemand aan een toegangscontrole of aan een gezichtsherkenningsdatabase te zetten. Dus ik klik op persoon. Ik haal een extra persoon erbij. Nou, dan moet ik heel even dat een naampje geven. Dus we doen Ramon heel even. Ramon. Nou, achternaam. We doen gewoon R. Dan hoef ik niet zoveel te typen. Geslacht. Nou, laten we man nemen. Vindt hij ook leuk. Foto, maak een foto.
dan ga ik, dus je ziet hier nu een schabloon, daar ga ik een foto maken van Ramon. Zo, zoals je hier ziet. Die zetten we hier aan vast. We zetten hem eventueel in een database, dus de Hikvision database. De whitelist voor gezichtsherkenning bijvoorbeeld. We zetten een bepaalde persoongroep, dus dat kan personeel zijn, schoonmakers, warehouse. Hikvision zetten we nu in dit geval op. En dat is alles. Uploaden. Deze persoon zit in de database. En als ik deze nu een refresh doe. Zie je dus dat Ramon er dus nu bij staat. Dat is snel gepiept. Ja. En vanuit hier kan je dus ook direct, stel dat mijn gezicht dan ook mee mag doen voor een aantal deuren in het pand, zou je hier ook gewoon direct even de rechter erbij kunnen zetten. Ja. En dan ben je klaar voor je toegangscontrole. Ja, absoluut. Dan als laatste wil ik hier nog heel even laten zien. Bijvoorbeeld een voorbeeld met best wel geavanceerd is natuurlijk gezichtsherkenning. Maar eigenlijk hoe makkelijk het is om daarmee om te gaan. Dus als ik hier gewoon de iPad heb. Ik heb hier een gezichtsherkenningscamera die standalone werkt. Dan zou je, als ik hier door het beeld heen loop. Ik ben uit beeld nu. Kijk, daar onderaan, daar komt dus nu mijn persoon met, mijn, met het gezicht wat in de database erbij staat. De gezichten trouwens die je toevoegt aan de database, die gezichten die kunnen gewoon 2D zijn. Dus het fotootje wat we net hebben gemaakt is gewoon 2D. Het is wel zo, als je bijvoorbeeld voor een gezichtsherkenningsterminal gaat staan, dan kijken we met dubbele lenzen en met infrarood. Of dat het dan daadwerkelijk een echt gezicht is. Dus over anti-spoofing. Ik zag net toevallig een berichtje voorbij komen met een vraag. Ik heb het nog niet helemaal direct kunnen lezen. Maar weet in ieder geval dat we bij de gezichtsherkenningsterminals, dat kan ik ook even wel laten zien. Nou, we kunnen het hier live laten zien. Ik bedoel, het is een vraag. Het is een vraag, nou ja. Ik hou de iPad. Zet jij je gezicht er heel even op? Want jij staat in de database. Ik sta in de database. Authenticated. Okay. Nou, maak even een foto van jezelf met de iPad. Even een foto maken. Omdraaien. Zo. Oké, okay, laat ze het zien. Ja, nog maar even bijpakken. Ja, ja. Mooi. Oké. Okay. Ontdekt, begrepen. Ja, oké. Okay. Dan doen we door. Zou het zijn als nu de deur open gaat, hè? Nou, dit hebben we al zo vaak geprobeerd. Maar zeker nog, ik kan het wel een paar keer proberen, maar we hebben hier zoveel testjes mee gedaan. Geprobeerd om, dit is dus dubbel, die dubbele camera die daar zit, met het infrarood, wat je nu eigenlijk ook heel goed op de camera ziet, die maken echt dat 3D-beeld van een gezicht. Dus dat is niet te foppen. Dat is niet te foppen. Nee. Heb je nog iets anders wat we hier kunnen laten zien, Ramon? Ik heb mijn stukje. Ja, nee, hè? Nou, heb je misschien wel goed een beetje. Jeffrey, heb jij nog iets? Je bent zo stil. Ja, ben je niet van mij gewend, hè? Je moet even noemen dat we de bus, zeg maar, ook. Wat een harde katje op stilstaan. Ja, dat, ook. Ja, nee, dat helpt niet als ik dan nog begin te praten. Nee, ik denk dat heel veel leuke dingen gezien. Ik zou niet weten, ik geloof dat Ramon nog wat ideeën heeft. Nou, wat ik er even misschien wilde vernoemen. We hebben natuurlijk een hele mooie bus hier voor demonstraties. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook het doel. We willen graag met die bus naar plaatsen om mensen te overtuigen dat ze een goed systeem kopen. Dus willen eindgebruikers of installateurs meer weten over hetgeen wat wij kunnen? We hebben Hikcentral draaien, we hebben recorders draaien, camera's, zelfs oplossingen waarbij we dus de mondkapjesdetectie laten zien, de 1,5 meter samenleving waar we in zitten. Eigenlijk hebben we zo goed als alle devices, alle belangrijke dingen kunnen we gewoon met die bus laten zien. Dus stuur ons een mail wanneer je een demonstratie wil hebben van hetgeen wat we kunnen met Hikcentral. Of anderzijds, heb je een project waar het nodig is, dan kunnen we onze bus daarvoor inzetten. Ja. Ik wil hier nog heel even. Wel, dit is bijvoorbeeld het dashboard vanuit Hikcentral. Ook weer een manier van convergence. Waarbij we dus deze people counter camera en deze people counter samen laten combineren in dat dashboard binnen Hikcentral, wat dus eigenlijk met 2 muisklikken te activeren is. Oké.
Mooi. Ja, ja? Ik heb voor de rest... Dan zouden we hem af kunnen sluiten. Ik weet, zijn er nog openstaande vragen? Er zijn wat vragen gesteld, maar ik denk dat Nico het meeste heeft. Even kijken. Nee, inderdaad, de meeste... Oké, er komen wat vragen binnen. Voor iedereen die vragen stelt, als jullie nog vragen hebben, kan je ze ook even in de Q&A stellen. Dan is het voor ons wat makkelijker om in beeld te brengen. Dan ziet iedereen namelijk wat de vraag is. Ik krijg hier eentje. Is het dashboard zelf indeelbaar? Dus het dashboard voor de type accounting, zo net, denk ik. Dit dashboard vanuit Xcentral is niet zelf indeelbaar. Het enige wat we hier kunnen, is de teksten die daar staan, die kunnen we helemaal zelf aanpassen. Maar rood, geel, groen, dat is vast. En de layout zelf is vast. Dus echt puur de teksten die aangepast kunnen worden. We kunnen wel gecombineerde dashboards maken. Dus stel je hebt een installatie met 100 people counters bijvoorbeeld. Bel me even trouwens. Maar als je dat hebt, dan kan je bijvoorbeeld 10 dashboards maken met wel ieder dashboard een individuele samenstelling van verschillende people counters. En dit dashboard, wat we hier hebben... Dit is compleet zelf in te stellen. Dit is echt compleet naar eigen inzicht. Dus je ziet hier nu een fotootje, een dashboard met 1 people counter en 2 IP-camera's. Maar ja. Dat is in combinatie met... Ja, sorry. En dat is in combinatie met de Digital Signage Box. Dus het kleine Android-boxje wat helemaal standalone, na configuratie helemaal standalone werkt. Oké? Okay? Ja, duidelijk. Dus het is inderdaad goed dat je die laatste bedoelde. Dus met die Digital Signage Box kan je nu inderdaad alles aan elkaar koppelen wat je maar zou willen. Dat is niet meteen mogelijk volgens mij, maar nu hebben we inmiddels die functionaliteit opengezet. Dus dat is... Ja. Kijk, kunnen er ook camera's getoond worden op de monitor van de intercom? Ja, ook een hele goede. Ook echt, ja, inderdaad. Dat is ook Convergence. Dus dit is de monitor van de intercom. Als het goed is, zou hier onder live weergave. Kijk, hier zit 1 cameraatje. Als niemand daar wat in gewijzigd heeft. Ja, dus er heeft iemand wat in gewijzigd. Maar normaal gesproken kan je hier tot 16 camera's. In Substream kan je hier aanklikken. En kan je eventueel die 16 camera's kan je zelf activeren. En dan ook dus, op het moment dat er aangebeld wordt. Dat je dan ook tijdens het bellen kan wisselen van... Van beeld. Dus je kan eigenlijk altijd ook nog kijken, staat er nou iemand om de hoek te wachten? Dat is eigenlijk hetgene wat je dan soms wel wil, wil bereiken. Ja. Oké, duidelijk. Dan ga ik deze, als het goed is, ziet iedereen de vraag nu in beeld komen. Ik ga hem nog even voor jullie opnoemen. Kan ik de people counter ook in een bestaande narrowcasting omgeving gekoppeld worden, anders dan in de Xvision CMS? Ja, in principe wel. De data die we eruit sturen, het is metadata. We werken met ISAPI. In principe is daar een volledige integratie mogelijk. Dus die data kan eruit gehaald worden en kan dan inderdaad verder met andere third party compatible worden. Ja, klopt. Door middel van de API kun je zo de tellers eruit halen. Ja. Ja, dus dat... En die... Ga verder. Ja, die kunnen wij ter beschikking stellen. Ik geloof dat wij zo'n NDA hebben. Dus even ondertekenen. Om aan te geven wat je daarmee gaat doen. Na de NDA kan je gebruik maken van de API. Die wordt automatisch opgestuurd door onze R&D. Krijg je ook meteen de contactpersoon erbij. Dus we helpen je ook. Als je bepaalde commando's niet weet. Of bepaalde strings die niet uitkomen. Dan heb je ook meteen de contactpersoon zeg maar, die je verder daarmee kan helpen. Ja. Ja. Inderdaad, dus kan, dus niet zomaar even beschikbaar, maar neem even contact met ons op en dan krijg je de juiste informatie. Ja. Oké, dan hebben we de volgende. Kan je de people counter ook tussentijds een reset geven? Ja, vanaf de camera zelf. Ja, dus je moet inloggen in de camera en dan kan je hem resetten. Ja. Maar normaliter kan je al tijdschema's in de camera al instellen. Dus mocht het nou niet zijn dat je middernacht de teller op nul wil zetten, maar op een andere tijdstippen, dan is dat ook mogelijk. En zomaar ergens of willekeurig op een dag de teller resetten, lijkt mij over het algemeen niet een heel goed idee. Ik denk niet dat hij daarvoor bedoeld is inderdaad, maar kan dus inderdaad.
Nog een vraag, handmatig de aantallen aanpassen. En dan gaat het denk ik weer over de people counter. Ja, dat zou op zich kunnen, alleen in combinatie met Xcentral. Daar hebben we een functionaliteit, een soort van offset, waarbij je een getal kan invullen, waarbij je een correctie uitvoert. Oké. Ja, helder. Dus via Xcentral. Ja, via Xcentral. Duidelijk. Ik zet hem op dan. Oké. Als er vragen zijn, typ ze heel snel in de Q&A, zou ik zeggen. Ja. Want we gaan hier een beetje over de tijd heen al. Dus er komt er eentje binnen. Even kijken. In hoeverre zijn lichtcondities van belang bij gezichtsherkenning? Nou, zoals je misschien al wel kan zien, er zit hier ook een verlichting in. En zelfs in het donker, daar hebben we zelfs ook videofragmentjes van. Kan je deze dus ook bij lichtcondities tot bijna nul, dat de gezichtsherkenning dus nog steeds werkt. Oké. Okay. En op wat voor afstand is dat dan ongeveer, Ramon, als het zo donker is? Is dat gewoon dezelfde afstand? Nou, die zal misschien ietsjes minder ver zijn. Dat ligt ook een beetje aan hoeveel verlichting dat je ermee wil geven. Want als je, laat ik zeggen, in de buurt komt, dan pas springt het schermpje aan. Dus, maar het is nog altijd voldoende afstand, hoor. Dat is zeker nog wel een halve meter waar je ervan af kan gaan staan. Ja. Dus ik zie dat niet als een probleem. Nee, absoluut niet. Oké, duidelijk. Even kijken, er kwamen er twee binnen, deze. Dit is jammer, het zou mooi zijn wanneer het programma Foxing Light kan. Ik moet even kijken, waar ging dat over? Ik denk het resetten van de data. Of ja. Het aanpassen van de data. Ja, absoluut. Zou ik ook heel mooi vinden. Misschien is het nog op het zou komen, maar op het moment is alleen een Xcentral. Klopt, ja. Oké, en daarnaast kregen we nog een vraag over opname webinar, maar inderdaad, die wordt via de mail naar alle aanwezigen vandaag uitgestuurd. Even kijken, en is de gezichtsherkenning wettelijk bruikbaar in België? Dat is een goeie. Onze Belgische collega's die gaan om 11 uur met hun webinar beginnen. Ik denk dat dat een betere vraag is om te stellen in het webinar daar. Dat zij beter op de hoogte zijn van wat wel en wat niet kan. En onder welke omstandigheden dat precies kan. Ja, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar... het is vaak met dit soort dingen dat heel vaak zijn dingen mogelijk. Dat hebben we natuurlijk ook met temperatuurscreening een tijdje geleden gezien. Waar... als jij vraagt van, mag temperatuurscreening? Ja, dat mag. Maar niet altijd. Het is altijd die maar die erachter komt die vaak zo belangrijk is. Dus ik zou zeggen, ga even bij dat webinar zitten. Heb je daar geen tijd voor? Stuur even een mailtje naar info.bnl@hikvision.com. Dan kom ik er zelf bij op terug. Of dan laat ik in ieder geval onze Belgische accountmanager daar even op terugkomen. Met wat meer. Ik denk dat dat mag. Ik hoop dat dat duidelijk was. Oké. Okay. Mooi. Dan denk ik dat we hem hierbij gaan afsluiten. Zijn er nog meer vragen die jullie dadelijk te binnen schieten? Stuur dus even die mail naar info.bnl@hikvision.com. En dan dank ik iedereen voor de tijd. Ik dank jullie, Ramon, David, weer voor de leuke live demonstratie. Ik denk dat het informatief was. Leuke dingen gezien weer. Alles werkte zoals het zou moeten werken, gelukkig. Toch? Maar dat is het ding met live demonstraties. Daar kan niet altijd alles goed gaan. En dat is ook helemaal goed. Op een klein gaatje. Daarom. Volgende week zijn we weer terug. Volgende week gaan we over een heel interessant onderwerp praten, vinden we zelf. En dat is brandpreventie. Brandpreventie in binnengebieden en branddetectie in buitengebieden met thermische camera's. Dus Rolf van der Hoek, die komt er dan bij zitten. Die heeft wat leuke informatie om te delen met hoe zit dat nou verzekeringstechnisch en wat kunnen we nou precies en waar moet je op letten. Heel interessant. We hebben daar wat meer de diepte in gehad op de thermische technologie. Dus schrijf je daar zeker voor in, zou ik zeggen. Dan, oké. Okay. Wil ik iedereen bedanken? Ja. De aanwezigheid en tot de volgende webinar. Perfect, jongens. Oké, tot ziens. Tot ziens.